Uh, welkom allemaal bij een filmpje over paragraaf 6.3. En in deze paragraaf gaan we er eigenlijk naar kijken hoe eigenlijk verschillende revoluties zijn ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Uh, we gaan eigenlijk naar drie revoluties kijken. Onder andere gaan we kijken naar de revolutie in de Verenigde Staten, of de revolutie die leidt tot de vorming van de Verenigde Staten, de Bataafse revolutie die uh, in, in Nederland plaatsvindt, en we gaan kijken naar de revolutie, de revolutie ook al wordt genoemd de Franse revolutie. Um, nou, we beginnen even met te kijken naar de revolutie die eigenlijk als eerste plaatsvindt, en dat is de revolutie in Amerika die uiteindelijk zal leiden tot de vorming van de Verenigde Staten. Um, en die begint eigenlijk met de onafhankelijkheidsverklaring van Thomas Jefferson in 1776. En uh, die onafhankelijkheidsverklaring die vormde eigenlijk het begin van de Amerikaanse revolutie. En dat noemen we ook wel de eerste democratische revolutie omdat er dus daarna eigenlijk, hè, nadat die revolutie heeft plaatsgevonden, ontstaat er dus een democratie in de Verenigde Staten. En uh, hè, het gaat eigenlijk over. Dat zien we hier op het plaatje. Er waren, oorspronkelijk waren er dertien Britse kolonies. En die zien we hier dus uh, aan de kust liggen. Waaronder dus uh, New York, natuurlijk uh, wel bekend. Maar dertien kolonies zien we hier dus eigenlijk liggen. En die gaan vechten met Groot-Brittannië voor hun eigen onafhankelijkheid. Uh, uh, hè. En. Verlichtingsidealen waren eigenlijk vrij belangrijk ook. Hè? We hebben het natuurlijk al over de verlichting gehad en die waren ook belangrijk voor deze revolutie. Denk maar aan bijvoorbeeld een Rousseau met het idee voor volkssoevereiniteit, hè? dat de hoogste macht bij de burgers ligt en dat je dus je vorst mag afzeggen. Nou, dat soort ideeën zijn dus heel erg dat soort verlichtingsideeën zijn dus heel belangrijk geweest ook voor de revoluties waar we in deze les naar gaan kijken. Nou, wat gebeurt er vervolgens in de Verenigde Staten? Elke Amerikaanse kolonie die stelde een eigen grondwet op. Je had dus die. Als we even, even teruggaan. Je had dus die dertien Britse kolonies. Nou, elk van deze kolonies gaat dus een eigen grondwet opstellen. En een grondwet is eigenlijk een verzameling van fundamentele wetten. over het politieke systeem, de grondrechten en de plichten van burgers. En elke kolonie krijgt dus een eigen grondwet. Alleen in 1787 besluiten die dertien kolonies samen. Om samen een federatie te vormen. En die federatie gaat dus over die 13 kolonies. Dus er komt dus eigenlijk één overheid, zou je kunnen zeggen. Zoals je vandaag de dag ook nog wel kent in de Verenigde Staten. En die heeft weer een eigen grondwet. Hè, de staten zelf houden wel heel veel eigen vrijheid. Maar dus is dus wel één grote algemene federale overheid. Noemen dat ook wel. Um, en in deze grondwet hè, uit uh, 1787. Waar we hier uh, links een stukje van zien. Um, is ook wel, uh, wordt eigenlijk uh, de, de basis gelegd voor de eerste representatieve democratie. En dat houdt dus in dat er een federaal uh, parlement komt, hè, dus een, een landelijk parlement eigenlijk, die over die Dertien Staten gaan. En dat noemen we ook wel de wetgevende macht. En... De, hè, die, dat federaal uh, parlement en je hebt dus ook een president krijg je die dus eigenlijk, hè, zoals we vandaag de dag hebben. Bijvoorbeeld Joe Biden is nu de president, maar de baas daarvan werd dus gelegd in 1787. Nou, in, in 1791 de, worden enkele am amendementen worden vastgelegd, dat zijn grondwetswijzigingen. Um, zoals dat je de vrijheid van meningsuiting hebt, uh, je hebt vrijheid van geloof, vrijheid van drukpers uh, en de, het, de vrijheid om het recht om wapens te bezitten. Nou, dat recht om wapens te bezitten, dat speelt vandaag de dag nog een hele grote rol, ook in Amerika. Omdat er dus hè, ontzettend veel wapens zijn in Amerika, waar dus ook heel veel Amerikanen geen afstand willen, van willen doen. Omdat ze dus al terugverwijzen naar die grondwetten die dus worden geschreven, onder andere in 1791. Nou, hè, we hebben dus even kort gekeken eigenlijk naar het ontstaan van de revolutie in de Verenigde Staten. En dat dat dus eigenlijk, hè, dus die dertien Britse koloniën, die, die leiden dus tot de vorming van de Verenigde Staten. En dan gaan we nu even kijken naar een revolutie die plaatsvindt in Nederland. Ook wel natuurlijk de, de Republiek genoemd in die tijd. Hè. En waarom, hè, waarom kan het nou zijn dat eigenlijk een revolutie kan ontstaan in de Republiek? omdat het eigenlijk in de 18e eeuw begint het echt financieel slecht te gaan en zeker. Dan later in de 18e eeuw is dat zeker het geval. De 17e eeuw was de tijd van economische voorspoed in de republiek, ook wel de gouden eeuw natuurlijk genoemd. Maar hè, eind 18e eeuw is er eigenlijk sprake van een corrupt bestuur en dat wordt ook wel als reden gezien voor de slechte economische situatie in de republiek. En kritische burgers beginnen zichzelf patriotten te noemen en zij vinden eigenlijk dat burgers nog meer politieke macht moeten hebben. Hè. Natuurlijk hebben de regenten hebben al, uh, zoals we eerder hebben behandeld, hebben een belangrijke positie in de Republiek, maar ze vinden dat burgers nog meer macht moeten hebben. En uh, de aanhang van die patriotten, die begint vanaf 1780 snel te groeien, omdat, zoals we hier uh, rechts op het stripfiguur kunnen zien, uh, verklaart Engeland uh, de Republiek voor de vierde keer de oorlog eigenlijk. En uh, de republiek wordt door de Engelsen uh, goed verslagen, zoals we in het plaatje hieronder zien. En uh, de zwakke economie begint dan echt, uh, de, die, die al zwak was op dat moment, begint echt in te storten. Nou, uh, dat kritiek op het bestuur dat zwol dus aan. En uh, die patriotten die riepen dus eigenlijk de burgers op zich te bewapenen en hun rechten te beschermen tegen de... Militaire macht van de stadhouder op dat moment. Hè. En er worden dus burgermilities worden opgericht. Hè. Burgers, dat zijn dus groepen burgers die zelf de wapens in handen nemen. En uh, Patriotten krijgen dus ook controle over verschillende steden. Hè, zoals we hier in de afbeelding zien, we natuurlijk de Dom staan, dus je herkent meteen dat dat Utrecht is. En Utrecht is een van die plekken waar de Patriotten de macht weten te grijpen. En in Utrecht krijgt in 1786 het eerste democratische bestuur in de Republiek. Um, maar in 1787 wordt eigenlijk die patriotische revolutie wordt al onderdrukt. Nou, dan gaan we nu kijken naar eigenlijk wat we ook wel de uh, revolutie der revoluties noemen. En eigenlijk de meest bekende revolutie uit die tijd. En dat is de Franse revolutie. Um, de Franse revolutie die startte uiteindelijk in 1789 met de bestorming van de Bastille, de gevangenis, een belangrijke gevangenis in uh, Parijs. En zou uiteindelijk tien jaar du duren ongeveer. En eindigde met de staatsgreep van Napoleon in 1799, dat Napoleon eigenlijk de macht naar zichzelf weet toe te trekken. Nou, er zijn eigenlijk twee redenen waarom de Franse Revolutie de revolutie der revoluties wordt genoemd. Ten eerste is het zo dat de uh, Franse Revolutie radicaler was dan andere revoluties. Hè. Dus het, het, het ging verder dan de uh, meeste revoluties. Nou, één voorbeeld daarvan is onder andere bijvoorbeeld. Uh, dat er een hele, een hele grote tijd terreur is geweest, bijvoorbeeld met de guillotine. En je ziet hier rechts, zie je een afbeelding van de guillotine, waar veel adelen uh, zijn vermoord, eigenlijk, door, door gebruik te maken van zo'n guillotine. En ook het feit dat half Europa door oorlogen betrokken raakte bij uh, die Franse Revolutie. Nou, we gaan dus eerst even kijken naar het ontstaan van de Franse Revolutie. Um, en eigenlijk een belangrijke oorzaak voor het ontstaan was eigenlijk dat uh, de, de, de Franse maatschappij eigenlijk grote so, uh, sociale ongelijkheid kende in de verhoudingen. En dat wordt hier ook wel mooi. Hè. We, zien, we zien hieronder zien we zo'n afbeelding dat Frankrijk verdeeld was in drie standen. Hè, in geestelijk, geestelijkheid, adel en burgers. En je ziet hier eigenlijk, hè, dus die drie standen. En hierboven zie je zo'n plaatje met dat eigenlijk. En je ziet hier, uh, deze moet de adel uitbeelden en deze. Uh, de geestelijkheid en die pletten eigenlijk de burger. Hè. De burger heeft het uh, een stuk slechter en moet heel veel van die lasten, hè, onder andere belasting, moet de burger dragen. En uh, hè, de, dat noemen we ook wel, zo'n systeem noemen we ook wel een feodale samenleving die nog stamde uit de middeleeuwen. Maar die rijke burgers die beginnen steeds belangrijker te worden en die willen dus ook meer politieke macht. Omdat ze ook veel belasting betalen onder andere. En arme burgers, zoals boeren, die willen juist een beter bestaan. Want die hebben het heel lastig. En die uh, moeten ook een gedeelte van hun oogst afstaan aan heren, et cetera. En dat begint steeds slechter te vallen. Nou, en uiteindelijk is het zo dat hè, de, de koning in Frankrijk, die heeft uh, geld nodig. En die wilde dus de belastingen gaan hervormen. En om dat te doen, om die belastingen te hervormen, omdat hij dus meer geld wilde hebben. moet je dus de staten-generaal bijeenroepen. En. Uh, die koning roept dus de staat-generaal bijeen en dat, die staat-generaal dat is dus een, uh, een, een vergadering waar alle drie de standen bij elkaar komen. Het is echt zo dat de derde stand, die vindt eigenlijk dat, dat er eigenlijk, hè, uh, die vindt deze, die vergadering eigenlijk, dat ze niet serieus genoeg worden genomen. En die richt dus zijn eigen vergadering op. Hè. De derde standen zijn dus de burgers en die richten de nationale vergadering op. En uh, gesteund door het Parijse volk wordt eigenlijk die uh, vergadering wordt eigenlijk het nieuwe bestuur van Frankrijk. Hè? Dus de burgers beginnen de macht naar zichzelf toe te trekken. Nou, dus. uh, die, revolutie valt dus eigenlijk, hè? die Franse revolutie die, die, die hebben we later eigenlijk onderverdeeld in drie fases. In de eerste fase, daarvan noemen we de gematigde fase. En dan op dat, uh, in deze fase vindt er machtsovername plaats uh, door de burgers. Uh, die nationale vergadering schaft de privileges van de adel en de geestelijkheid af. De nationale vergadering werd dus het bestuur uh, van Frankrijk in die tijd. Uh, grond werden, grondrechten worden in deze periode vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger. Uh, waarin wat onder andere inhoudt volkssoevereiniteit, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting en religie. Uh, dus dit is weer gebaseerd op. Uh, van die verlichte ideeën, eigenlijk. die verlichte ideeën zijn dus ook heel belangrijk geweest. Um, voor deze opstand. En de vraag is alleen uiteindelijk van. He, waar, waar, waar dus in deze periode. waar de burgers mee bezig zijn. hoe democratisch moet Frankrijk nou eigenlijk worden? He? Want heel veel van die rijke burgers. die vinden juist dat eigenlijk de macht. meer bij hun moet liggen. en minder bij de arme burgers. Maar. dan gaan we nu kijken naar de. Tweede fase. Die tweede fase, waar dus uh, sprake is van dat juist eigenlijk armere burgers uh, iets meer inzicht gaan krijgen, want uh, Frankrijk blijft verdeeld en heel veel van die burgers die vinden eigenlijk dat de revolutie nog niet ver genoeg gaat en dat uh, er nog niet genoeg hervormingen zijn doorgevoerd. En uh, hè, radicale revolutionairen weten door het arme volk eigenlijk voor zich te winnen in 1792 de macht te grijpen. En zij wilden dus, die radicale revolutionairen wilden algemeen kiesrecht, dus dat alle burgers zouden kunnen stellen. En zij wilden een algemene broodprijs in, wat zou voorkomen dat er honger zou ontstaan, et cetera. In deze periode werd er ook wel macht, hè? de macht werd eigenlijk gehandhaafd door middel van terreur. En dat zien we hier op de rechterkant. Het terreur, we spreken dus van terreur in deze periode. En dat is dus eigenlijk dat er heel veel mensen die het niet eens zijn met dit regime eigenlijk dat aan de macht komt dat die uh, bij de Guillotine terechtkomen en op deze manier worden vermoord dus eigenlijk. Um, hè, in deze periode vechten de Fransen ook met andere landen. Uit angst dat die dus die revolutie in Frankrijk te ver vinden gaan en die revolutie terug willen draaien. En, en in deze periode wordt die Franse revolutie wordt dus ook wel een zaak van heel Europa, omdat het dus zo revolutionair, radicaal is eigenlijk dat ja, dat, dat andere landen er naar, naar kijken van oké. Okay, uh, uh, je hebt natuurlijk heel veel, in heel veel andere landen heb je natuurlijk monarchieën die natuurlijk hier, hier naar kijken, maar ja, dit willen we niet in ons eigen land hebben. Nou, dan spreken, gaan we naar de fase 3 eigenlijk, en dat wordt ook wel de chaotische fase genoemd. En, want in 1794 komen die radicale revolutionair, die komen dus eigenlijk uh, ten val. Er komt een nieuwe grondwet uh, van 1795 en die legt de macht weer bij de rijke burgers neer. En, uh, die, maar die rijke burgers, die zijn eigenlijk, de, de, er is nog steeds veel onrust in, in Frankrijk. En die zijn voor het onderdrukken van allerlei opstanden, zijn ze heel erg afhankelijk van het leger. Nou, één iemand die heel belangrijk is in het leger, zien we hier aan de rechterkant. En dat is Napoleon. En die weet uiteindelijk de... Macht voor zichzelf te grijpen in 1799, en dat zal eigenlijk het eind betekenen van de Franse Revolutie. Nou, wat moet je nou sowieso uit deze paragraaf hebben gehaald? Hè, verlichtingsidealen zijn dus heel belangrijk voor revoluties eind 18e eeuw. Hè, denk aan het idee van Rousseau met volkssoevereiniteit, heeft dus een heel belangrijke rol in onder andere natuurlijk de, de uh, uh, revolutie in Amerika gespeeld, maar ook in de Franse Revolutie. Uh, hè, er zijn dus meerdere revoluties eind van de 19e eeuw, waarom? Dus de Amerikaanse Revolutie, de Bataafse Revolutie en de Franse Revolutie, waarvan de Bataafse Revolutie dus mislukt. En uh, hè, die Amerikaanse Revolutie leidt dus uiteindelijk tot het ontstaan van de Verenigde Staten, hè, wat natuurlijk vandaag de dag nog steeds ongeveer de allergrootste wereldmacht is op de wereld. Nou, en je moet natuurlijk weten dat je, die Franse Revolutie moet je echt goed kennen. Hè, en Weten dat er dus eigenlijk drie fases daarin plaatsvinden: de gemaakte fase, de radicale fase en de chaotische fase. En dat het dus uiteindelijk eindigt met dat Napoleon de macht grijpt.